Vandaag wordt u opgenomen in het Erasmus MC. Deze film zal u informeren over het verblijf op onze afdeling en over de behandeling die u krijgt. U hebt al een gesprek gehad met de specialist en na afloop van deze voorlichtingsfilm heeft u nog een gesprek met de verpleegkundige. U hebt dan alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Eerst laten we u de kamer zien. Daarna de gang van zaken bij het toedienen van de therapiecapsule. U bent opgenomen op de verpleegafdeling CA2. Op de kamer waar u zich nu bevindt verblijft u tijdens de opname. Ook de lounge staat tot uw beschikking. U krijgt een persoonlijk alarmbandje met een oproepsysteem. Indien u een vraag heeft of hulp nodig heeft, dan kunt u gebruik maken van het oproepsysteem door op de rode knop te drukken. Ook naast uw bed bevindt zich een oproepsysteem. In uw kamer bevindt zich een kast waarin u uw eigendommen kwijt kunt. Aan uw bed hangt de afstandsbediening om het bed te bedienen. Dit is de schakelaar om het bed te bedienen. Bovenaan de schakelaar treft u pijlen aan die omhoog of omlaag wijzen. Daaronder staan de bedgedeeltes afgebeeld. Als u op deze knoppen drukt, zal het gekozen deel omhoog of omlaag gaan. Op uw kamer, naast het bed, bevindt zich een tablet waarin u uw persoonlijke dossier kunt inzien en waarmee u het internet op kunt. Het gebruik van uw mobiele telefoon is toegestaan. U kunt hiervoor gebruik maken van onze wifi-faciliteiten. Hiervoor hebt u geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig. Mocht u de temperatuur willen instellen, dan kan dat met het klimaatsysteem. Op de tafel ligt ook een logboek. Patiënten die dezelfde behandeling hebben gekregen, hebben hierin hun ervaringen beschreven. Wij nodigen u uit hierin te lezen en u bent vrij het met uw ervaringen aan te vullen. Het afval wordt in zakken verzameld en mag niet zonder controlemeting verwijderd worden. Handdoeken en washandjes liggen in de kast op uw kamer. De handdoeken kunt u na gebruik in de wasmand deponeren. Het is van belang te weten dat niet al het radioactief jodium door de schildklier wordt opgenomen. Het deel dat niet door de schildklier wordt opgenomen, verlaat het lichaam via speeksel, transpiratie, maar vooral via de urine. Dit betekent dus dat uw urine gedurende korte tijd radioactief is. Om verspreiding van de radioactieve stof te voorkomen, vragen we daarom extra aandacht voor de persoonlijke hygiëne. Na het toiletgebruik extra goed de handen wassen en de kraanhendel en de zeepautomaat met de elleboog bedienen. Het is niet toegestaan in de wastafel of douche te urineren. Mannen worden dringend verzocht zitten te plassen. Heeft u normaal gesproken last van wat urineverlies? Wilt u dan, zeker gedurende uw verblijf in deze therapieruimte, gebruik maken van incontinentiemateriaal? Dit vindt u in de kast op uw kamer. Om verspreiding van de radioactieve stof in uw kamer te voorkomen, vragen we u met klem gedurende uw hele verblijf op de kamer en de lounge niet op blote voeten te lopen. En na het douchen de voeten goed te drogen. Als u niest of hoest, altijd een papieren handdoekje voor de mond houden en daarna de handen wassen. De papieren handdoekjes zitten in de houder naast de wasbak in de badkamer. En er staat een doos tissue's op de tafel in de kamer. Wat ontbijt en lunch betreft bent u zelf voorzienend, en daarvoor kunt u gebruik maken van de gemeenschappelijke keuken. Met behulp van de tablet op uw kamer kunt u een keuze maken uit verschillende gerechten voor het avondeten. Doet u dit voor drie uur s middags, zodat uw avondeten op tijd in de therapieruimte kan worden afgeleverd. Deze warme maaltijd wordt voor u klaargemaakt en klaargezet in de linker doorgeefkast. Deze bevindt zich in de keuken. Om besmettingen met uw radioactief speeksel te voorkomen, vragen wij u voordat u gaat eten een beker water te drinken. Hiervoor gebruikt u een plastic bekertje. Na de maaltijd kunt u alles terugplaatsen op het maaltijdblad. Het is de bedoeling dat u dit blad zelf terugplaatst in de rechter doorgeefkast in de keuken. Zoals bekend verblijft u tijdens deze therapie op uw eigen kamer of in de gezamenlijke lounge. Maar in het onverhoopte geval van een evacuatie kunt u de therapieruimte verlaten via de hoofdingang. Door het indrukken van de grote knop rechts aan de muur kunt u de deur ontgrendelen. Daarnaast kunt u gebruik maken van een tweede nooduitgang, welke zich bevindt naast Kamer 2. Volg de vluchtroute zoals deze staat aangegeven op de ontruimingsplattegrond. Deze plattegrond vindt u in de lounge. Voordat u aan deze therapie begint, moet de uitslag van de zwangerschapstest bekend zijn. Dit geldt voor vrouwen tussen de 15 en 55 jaar. Nu laten we u zien hoe de radioactieve capsule wordt toegediend. Dit zal plaatsvinden aan het einde van de ochtend. Begeleiders mogen daarbij niet aanwezig zijn. Het radioactief jodium wordt u toegediend in de vorm van een capsule die u door moet slikken. Deze capsule is niet groter dan een antibioticumcapsule. Bij het innemen van de capsule wordt u begeleid door de arts en een analist. Eerst neemt u een slok water, zodat de keel en de slokdarm wat vochtiger worden, zodat u de capsule gemakkelijker door kunt slikken. Daarna wordt de capsule in een medicijnbekertje gebracht en vervolgens neemt u zelf het bekertje uit de houder. Zonder dat u de capsule met de vingers aanraakt, neemt u deze vanuit het bekertje in de mond. Hierna slikt u de capsule door met een slokje water zonder erop te kouwen. Vervolgens meet de analist op uw rug of de capsule in de maag is aangekomen. De wet staat niet toe dat een willekeurig persoon aan straling wordt blootgesteld. Om die reden is het niet toegestaan dat u bezoek op uw kamer ontvangt, met uitzondering van het verplegend personeel. De verpleegkundige geeft u een aantal vitamine C-tabletten. Vanaf één uur na de toediening moet u elk uur tot u gaat slapen een tabletje in de mond nemen en opzuigen. Hiermee stimuleert u de speekselklieren tot meer speekselproductie en wordt beschadiging van de speekselklieren voorkomen. Indien u in de periode voor deze therapie een jodiumbeperkt dieet heeft gevolgd, dan mag u hiermee stoppen nadat de capsule is toegediend. En mocht u zelfs braakneigingen hebben, dan vindt u boven in de kast een plastic bekentje. Braaksel mag u niet zelf opruimen in verband met het eventueel veroorzaken van een radioactieve besmetting. Het is van belang om meer te drinken dan dat u gewend bent, zodat de radioactieve urine snel het lichaam verlaat. De volgende ochtend meet de analist de hoeveelheid straling die uit uw lichaam komt. Deze meting bepaalt of u naar huis mag of dat u langer opgenomen moet blijven. Als u met ontslag gaat, krijgt u een formulier met leefregels mee. Het aantal dagen dat u zich aan de leefregels moet houden staat op het formulier vermeld en is afhankelijk van het gemeten stralingsniveau. Deze leefregels staan ook vermeld in de folder die u tijdens het opnamegesprek al hebt ontvangen van de verpleegkundige. Leest u deze aandachtig door, zodat u weet hoe deze jodiumtherapie uw eigen thuissituatie gaat beïnvloeden. Als u niet naar huis mag, wordt het stralingsniveau de volgende ochtend opnieuw gemeten. Als u wel naar huis mag, dan zal de verpleegkundige nog een kort gesprek met u hebben. U verlaat de therapieruimte pas als degene die u ophaalt, is gearriveerd op de afdeling. Ten slotte nog dit. Het is niet toegestaan op de kamer te roken. Als u problemen verwacht, dan kunt u de verpleegkundige om een nicotinepleister vragen. Wij hopen dat deze beelden u voldoende hebben voorbereid op uw verblijf bij ons. Nu zal de verpleegkundige naar u toekomen voor een gesprek en bent u in de gelegenheid uw vragen te stellen. Wij wensen u een goed verblijf op onze afdeling.